Aan tafel zitten Jos Dekker, Wessel Broekhuis en Rick van der Schaaf. Alle drie hebben ze een vorm van autisme en hebben alle drie voor ons naar de animatiefilm Mind My Mind gekeken. Mind My Mind duikt in het hoofd van een jongen met autisme die verliefd wordt. De Volkskrant noemde de film vandaag een ontroerende animatie over verliefdheid en autisme. De film viel al op 18 filmfestivals in de prijzen en de Nederlandse maker Floor Adams greep deze week net naast een Oscar-nominatie. Hi. But what are you into besides work? There she is. If you ever want to get laid again, at least try to act like a normal person for once. Would you like to have sex? Her name is Gwen. She studies chameleons. Wow. Yeah. Dames en heren, Jos, jij hebt de film gezien. Yes. Met meer dan gemiddelde belangstelling, uiteraard. Wat vind jij van deze film? Ja, ik vind het absurd hoe voor het eerst er echt een film is gemaakt die niet de symptomen laat zien van autisme. Dus niet overprikkeling, iemand gaat met boeken gooien. Want zo zie je het in films. Maar dat je echt in het hoofd van de persoon met autisme ziet en ziet dat het een opstapeling van dingen is voordat iemand bijvoorbeeld overprikkeld raakt. Dus dat het niet gek is dat iemand na de seks, als die niet aangeraakt wil worden, zijn vriendin slaat, omdat die overprikkeld is. Omdat je van tevoren al ziet dat de overprikkeling zich opbouwt. Mm-hmm. Ik sla mijn vriendin nooit na de seks. Goed om te weten. Ik vroeg er niks over, volgens mij. Nee, maar ik wil dit wel op Nationaal TV bekend hebben dat ik dat niet doe. Wessel, voor jou dezelfde vraag eigenlijk. Er zijn veel films over autisme gemaakt. We hebben het aan tafel ook vaker. We hebben zelf een mooie documentaire gemaakt over autisme niet zo lang geleden. Dit is andere koek. We zitten in het hoofd van jullie, hè? Ja. Waar allemaal dingen om de voorrang strijden. Het is daar hartstikke druk. Veel drukker dan bij ons, bijvoorbeeld mensen met zonder autisme. Is dat de kracht van deze film? De kracht van deze film is denk ik wel de hoe treffend het verbeeld is, inderdaad. Hoe de inwendige belevingswereld van iemand met autisme vertolkt is, vormgegeven is in de vorm van dat mannetje, dat alter ego, soort van in het hoofd van de hoofdpersoon. En heel erg herkenbaar voor in mij in ieder geval als persoon met autisme, die ook zeker wel voorzichtig zijn stappen richting volwassenheid en hopelijk ook ooit liefdesrelaties wil zetten, uit het leven gegrepen. Mm-hmm. Er zijn veel films waarin autisme een rol speelt. Films, series, ik heb er veel gezien. En vaak waren die heel overdreven. Werden mensen met autisme heel erg extreem neergezet met uiteindelijk toch weer Dustin Hoffman's Rain Man. Als allergrootste de savant eigenlijk, voorbeeld. Hè? Maar er zijn er wel meer. Maar deze is echt zeldzaam goed. En dat heeft Floor heel knap gedaan. Ja, Floor, gefeliciteerd met het succes tot nu toe. Je hebt er 6 jaar intensief aan gewerkt. Eigenlijk bij elkaar opgeteld 10 jaar. Het is allemaal animatie, allemaal ingekleurd, tekening voor tekening. Maar het begint natuurlijk met het idee, het briljante idee. Er woont een mannetje in je hoofd. We zitten voortdurend in het hoofd van de hoofdpersoon. Ja. En die heeft een bibliotheek, een archief. Wat moet ik doen als dit gebeurt? Die heeft allemaal briefjes aan de muur hangen voor je weet maar nooit. Hoe ben je op dat idee gekomen? Om in het hoofd van de... Ik ben jarenlang animatiedocent geweest. Aan studenten met autisme. Waaronder Rick, die bij jou aan tafel zit. Ja? En een van de studenten vertelde over het Tokio's metrostelsel tijdens de pauze. En hij wist er van alles over te vertellen. Hoeveel metrostations er waren, hoeveel suïcidepogingen er waren per jaar. Het was fantastisch. Ik dacht, bewaar je al die informatie? Hoe zit het in je hoofd? Hoe ziet het eruit? Heb je daar vakjes voor, kastjes voor? Hoe werkt dat? Ik vond het heel erg bijzonder dat hij dat kon. En hij zei, ja, het lijkt allemaal wel heel erg mooi. Maar eigenlijk heb ik zoveel problemen die je niet ziet. Het is niet alleen maar dat ik al die feitjes weet. Ik loop tegen dingen aan in het dagelijks leven. Ik weet niet hoe ik moet plannen. Ik weet niet hoe ik mijn boodschappen moet ordenen. Hoe ik me op feestjes moet gedragen. Dat soort dingen. Dus dat zette me een beetje aan het denken. Omdat ik al gewoon animaties aan het maken was. En toen, in dezelfde periode, werd ik eigenlijk verliefd op iemand met Asperger. Oké. Wij zijn kortstondig bij elkaar geweest, moet ik zeggen. En hij was een basspeler en een archeoloog en super intelligent en heel sociaal. Dus ik zei, ja, volgens mij heb jij geen autisme. En hij zei, ja, er is iets raars met mij aan de hand. En op dat moment wisten we het nog niet. Dus hij is pas later gediagnosticeerd.
En toen dacht ik, ja, dat is raar. Eigenlijk heb ik heel lang met iemand intensief contact gehad. Van mijn studenten weet ik het. En jij was gewoon heel erg direct bij mij al die tijd. En ik heb het niet geweten. En er is zo'n wereld, wat in, er gaat zoveel om in ons hoofd, wat je niet ziet aan de buitenkant. En dat is een bijna vergeten groep, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, ja. Het concentreert zich hier op verliefd worden, een relatie proberen aan te gaan, iemand veroveren, flirten. Laten we kijken naar een scène op een feestje. Het wijst zich denk ik vanzelf. Ik geloof Wessel dat jij dit graag wilde laten zien. Hè? Je ziet de hoofdpersoon, ja, bijna. Nou, laat maar kijken. We zien ook dat hoofd. Hè? We zitten ook af en toe weer in het hoofd van de hoofdpersoon. Hey Gwen, I'm having a really good time. Tim, he's really flirting with me. He said I smell really nice. Oh, I love this song. This is my favorite song. Come on, let's go. Sorry, got to go. Komt het bekend voor, Rick? Een feestje en dat je eigenlijk geen idee hebt wat je moet zeggen? Dat je denkt... Regelmatig, ja. Het is een enorme overvloed, zoals je ook in het filmpje ziet heel duidelijk. Je ziet allerlei hele kleine dingetjes. Waardoor je eigenlijk niet kan focussen op wat er zoal gezegd wordt... en wat je daarop moet reageren. En ik vind het altijd een hele aanslag op... mijn gemoedstoestand, zou ik maar zeggen, om naar een feestje te moeten gaan. En ik zie er ook eigenlijk vaak wel tegenop. Ik blijf liever lekker thuis. Maar we zien hier dat die indrukken, dat zijn er veel te veel. Er is een luchtje, er is een oog wat naar je kijkt, er is muziek die je hoort, er is een glas wat valt, het is allemaal veel te veel. En dan gaan we naar een volgende scène. Jos, daar moet jij misschien iets over zeggen. Dan is de hoofdpersoon, die verwerkt dit. Die is thuis, in zijn bed, en dan gaat dat nog steeds maar door. Wat heb ik gezien? Wat heb ik meegemaakt? Kan ik het handelen? Kan ik het dresseren? Laten we even kijken. Nou, wat ik hier zo mooi aan vind, want bijvoorbeeld hier, ik lijk super sociaal. Mensen zeggen, ja, autisme, dat kan echt niet, je bent veel te sociaal. En ik vind het ook geen enkel probleem om dan de leader te doen. Maar vanavond lig ik in bed niet te slapen, omdat alles door mijn hoofd nog een keer langs gaat. En ik ben dan bewust bezig dat ik bijvoorbeeld tijdens de leader heb ik niet gezegd... heb ik niet gezegd, de wereld draait door. Daar ben ik vanavond in bed nog steeds mee bezig, dat ik die paar woorden vergeten ben te zeggen. Het duurt eindeloos dat in je hoofd nog verder gaat. En wat je in die film ook ziet, is dat hij heel erg zichzelf heeft aangeleerd... dat hij over bepaalde dingen niet mag praten. Hij houdt van modelvliegtuigen. Ik heb een dino-stop. Nee, je hebt een dino. Ik heb niet echt obsessies, dacht ik altijd. Toen dacht ik, dan ben ik maar mijn eigen obsessie. Maar gelukkig heb ik er een gevonden. En dat zijn toch wel dinosaurussen. Echt een old-school autisten-obsessie. Zeg maar, ja, als kind kun je zeggen, als je van dinosaurussen... en heel erg van Pokémon houdt, dan is de kans aanwezig dat je in mijn clubje mag. Maar heb je zelf dan dingen aangeleerd waarvan je denkt, nou, dat doe ik gewoon niet? Nou ja, ik heb ook zo mijn dingen. Ik kan alle 9 Star Wars films woord voor woord meepraten. En ik kan hele colleges geven over de geschiedenis van het metal genre of over dieren. Maar dat zijn niet de dingen waar je bij een eerste ontmoeting met iemand die je leuk vindt over kan praten meestal. Bij een date met een vrouw. Nee. En je ziet aan deze persoon... de hoofdpersoon heeft inderdaad die scriptjes in zijn hoofd zitten. En mijn hele leven hangt eigenlijk misschien wel aan elkaar van dat soort gedragsregels. Dat is ook op zo'n mooie manier gevisualiseerd in deze film. Wat Floor bijvoorbeeld eerder aangaf, daar kan ik wel weer op inhaken. Zeg maar. De supermarkten en dergelijke, het lijkt heel vanzelfsprekend. Maar als ik naar de supermarkt ga en ze hebben de melk niet die ik normaal altijd heb... dan kan ik wel 5 minuten voor zo'n schap staan om te denken... ja, maar welke melk moet ik nou nemen dan? Mm-hmm. Om over, nou ja, zo
kun je zo'n boodschappenlijstje bij je hebben. Ja, en als alles fout gaat, dan sta je daar dan een half uur in de supermarkt voor een boodschap van. Maar hebben jullie ook dat jullie het leren uit boeken? Zeg maar, of uit situaties. Ik heb meegemaakt dit, dus ik weet hoe ik hierop moet reageren. Ik heb meegemaakt hoe je. Ik heb gezien op films hoe je moet daten, dus ik weet hoe je moet daten. Maar ik heb bijvoorbeeld. Laatst was een tante op bezoek en haar moeder was een tijdje daarvoor overleden. En ik dacht, ik wist wel, ik moet nu iets gaan zeggen over. De laatste keer dat ik haar zag was tijdens de uitvaart van haar moeder. En wat ik dan vraag is, hoe bevalt het leven zonder moeder? Ja, dat is niet tactisch, maar het is wel, schijnt. Maar het is wel, zeg maar, een eerlijke gedachte van, ik wil oprecht mijn medeleven tonen en er iets mee doen. Maar ik heb nog niet geleerd hoe ik dit precies zou moeten verpakken. En je voelt het misschien niet echt, dat je die vraag moet stellen. Ja, en ik heb een dode broer en dat schijnt ook altijd een dooddoener te zijn. Om zomaar op tafel te gooien. Ja, dat doe ik dus. Ook op dates deed ik dat. Eerst dacht ik bij daten, je moet eerlijk zijn. Ik kan niet tegen liegen. Dat is ook iets met autisme, dat we niet tegen liegen kunnen. Dus ik dacht, ik moet eerlijk zijn. Dus meteen als ik ga daten, moet ik vertellen dat ik autisme, ADHD en depressie heb. Een waaijong-uitkering, dus niet studeerde of werkte op dat moment. En dat mijn broer zelfmoord had gepleegd. Het is niet sexy. Maar je hebt wel een relatie nu. Klopt. Ja. Dus dat heb ik ook niet gezegd tegen haar in het begin. Ja, maar dat is inderdaad ook. Dat is inderdaad wel interessant. Chris heet de hoofdpersoon, die verbergt inderdaad dingen voor zijn date op het moment dat hij haar ontmoet. Bijvoorbeeld zijn belangstelling voor het bouwen van modelvliegtuigjes. En het is inderdaad moeilijk hoe open je bent over je beperkingen als je iemand ontmoet die je leuk vindt. En ik heb ook wel. 10 jaar geleden zat ik hier aan tafel. Absoluut. Toen zei over het om te praten over een boek wat ik destijds had geschreven. En alleen met mijn wereld. Hoe ik leerde leven met autisme. Toen zei jij tegen mij van het duurt vast niet lang meer voor je een vriendin hebt. Maar dat duurt blijkbaar wel lang, want ze is nooit gekomen. Nee. En we zijn 10 jaar later. Nu 27, Ik was toen 17, ik ben nu 27. Misschien ben je homo, dat duurde bij mij ook heel lang voordat ik erachter kwam. Ben er zeker van dat dat niet het geval is. Ben je wel aan daten? Ik weet helemaal niet hoe dat moet. Zullen we eens kijken, even de film. We gaan terug naar flirten en hoe krijgen we een relatie. Ja. Ik wil het ook graag van jullie weten hoe dat bij jullie is vergaan. Maar even nu weer lekker naar Mind My Mind. Hoe het in je hoofd gaat als er geflirt wordt. Het is voor niet-autistische mensen al lastig, hoor, flirten en relaties krijgen. Maar voor jullie dus zien we hier helemaal een strijdplan, als het ware. Een soort marsorder staan er op op een muur geschreven, althans in de film. Is dat voor jou ook zo geweest? Nou, zo heb ik het nooit ervaren. Dus heb je een relatie eigenlijk? Ik heb een relatie, ja. Met een hele leuke vriendin. En die waar ik ook heel blij mee ben. Maar ik moet wel zeggen dat het. Het is altijd met vallen en opstaan gegaan. Ik heb hiervoor, geen idee, een hoop relaties gehad. De een serieuzer dan de ander. En hoe het als het ware werkt, je leert met elke keer leer je weer een beetje meer. En zo groei je er een beetje in. En het is niet dat je het in één keer kan of wat dan ook. Zoals het met communicatie bij mij altijd is gegaan. Je aanschouwt als het ware van een afstandje hoe. Wat werkt en wat niet. En zo kreeg je steeds. In films bijvoorbeeld, zoals je al zegt. Nee, vooral wat in films. Daar wordt altijd een soort romantiek geschapen. Ja. Die heel onrealistisch is. Dat vind je niet in het echte leven. Tenminste, niet in mijn leven. Maar je hebt gewoon heel veel geoefend en nu ben je. Ja, ouder, zo zou je het kunnen zien. Ja. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. En ik heb bijvoorbeeld ook vriendinnetjes gehad, zoals wat Floral zegt, dat je. Een vriendinnetje ontmoet en jaren later blijkt ze ook ineens autistisch te zijn. Ja. Nou, vandaar dat dat beter werkt dan bijvoorbeeld iets anders. Mm-hmm. En uiteindelijk ben ik nu hier gekomen met dat ik echt een hele leuke vriendin heb. Heel goed. En jij hebt ook een relatie. Dat is heel leuk. Maar wel ook heel hard werken.
Omdat dingen gaan voor mij niet vanzelfsprekend. Dus we hebben nu een half jaar een relatie. En de eerste 4 maanden deed ze, als ze bij mij was, deed ze alles. Heel het huishouden, het koken, want het lukte mij niet. Want daarvoor woon ik ook begeleid, omdat mijn interne motivatie is stuk. Dus ik moet alles doen op motivatie van buitenaf. Dat de vaart gedaan moet worden en dat er aan de schimmel komt, is niet genoeg motivatie om de vaart te doen. Maar nu ik een vriendin heb dat zij komt en van opgeruimd houdt, is dan wel genoeg motivatie. Maar nu heeft zij een knieoperatie gehad en moet ze revalideren. En nu blijk ik dus ook gewoon heel het huishouden in mijn eentje te kunnen en elke dag te kunnen koken. Maar het zijn wel dingen die ik dan actief moet blijven doen. Want als zij anders dadelijk weer hersteld is, lig ik weer op de bank niks te doen. Ja. Okay, en dat lijkt luiheid. En dat kan gaan botsen in een relatie. Omdat het dan kan lijken alsof ik profiteer van haar bijvoorbeeld. Nou, denkt zij dat dan niet. Maar zo is het met heel veel dingen dat ik als lui gezien word. Terwijl het me gewoon niet lukt op dat moment. Begrijp ik. Wessel, zo'n film, hè, waarin je ziet hoe moeilijk het is eigenlijk. Hè, troost je dat een beetje? Dat je denkt, verrek, ik ben ook niet in mijn eentje. Dit is ook voor mij hartstikke lastig. Zeker wel. Herkenning troost altijd. De personages in de film hebben het geluk dat ze elkaar vinden. Dat hij iemand vindt die zijn eigenaardigheden heel erg waardeert. En dat geluk gun ik iedereen met autisme die naar een partner zoekt. Maar besef wel dat dat heel moeilijk te vinden is. Zoveel begrip ook. Je maakt soms wel eens dingen mee dat bijvoorbeeld dat je iemand dan bijvoorbeeld iets probeert uit te leggen over autisme, over waarom je op een bepaalde manier gedraagt. En dan heb ik bijvoorbeeld wel eens te horen gekregen van, ja, je gebruikt dit nu als excuus om je gedrag te rechtvaardigen. En je verschuilt je daarachter. Dat is een voorbeeld. Is het iets, want ik zei toen, het gaat je zeker lukken. Optimistisch als ik ben, maar wat weet ik ervan af? En we zijn 10 jaar later en het is niet gelukt. Nee. Is het iets wat je verdriet doet? Of zeg je, nou, ik heb inmiddels leren leven zonder een relatie? Het is niet alsof ik heb een hartstikke leuk leven. Ik heb gestudeerd en ik heb leuk vrijwilligerswerk en ik heb hele lieve vrienden. Maar als ik naar al die vrienden van mijn leeftijd om me heen kijk, ben ik wel de enige die single is. En ik vind dat wel een rare, toch wel een rare gewaarwording. En dat, ja, ik denk toch wel dat aan mijn autistische kenmerken ligt. En ik wil toch ook wel benadrukken dat veel kijkers van onze leeftijd, misschien sowieso, die dit item zien, die denken misschien van, goh, ik heb ook wel zo mijn eigenaardigheden of ik ben ook verlegen. Maar voor ons is dat toch wel echt structureler van aard, dat we zoveel moeite hebben met opereren in een wereld die ons elke dag verward en die we misschien nooit helemaal gaan begrijpen. Het schijnt trouwens, even inbreken, dat hoorde ik van een vriendin van mij, dat er een datingsite is speciaal voor autistische mensen. Dus volgens mij heeft zij daar toen wel een date aan overgehouden. Ik denk dat ik van datingsites alleen nog maar nerveuzer word. Ja. Is iets als Tinder, speelt dat een rol in jullie? Is Tinder wel eens iets? Ik heb er een paar uurtjes op gezeten, maar ik merkte dat ik dat nog veel spannender vond dan iemand direct aanspreken, omdat je, ja, op Tinder is er helemaal geen tijd en ruimte om begrip te kweken. Je moet ook sowieso in de eerste command al en gevat en grappig, maar ook niet te pushy zijn en dat soort subtiliteiten. Het lijkt me ook wel lastig, want in een relatie wil je juist jezelf zijn. Ja, en dat kan op Tinder sowieso niet. Nee. Mm-hmm. Nee, en als jullie jezelf af en toe aanleren om niet jezelf te zijn. Ik ben een goede actrice en niet omdat ik goed kan acteren, maar dat zijn we allemaal, omdat wij niet anders gewend zijn. Er is geen basisjos, zeg maar. Maar ik heb gewoon geleerd, zo moet je op situaties reageren. Maar thuis en alleen ben je wel jezelf. Thuis alleen dat ben ik zelf. Ja. Als ik zeg maar alleen ben, niet als er nog andere mensen, maar dan lig ik in mijn eentje in bed met mijn koptelefoon op en M&M's te eten en chips te eten. En dan is er rust. Maar dat is iets wat je en niet altijd kan doen. Maar wat ik vooral ook heel belangrijk vind, is dat
het is fijn dat er zo'n website is, bijvoorbeeld, dat je als autist met autist kan daten. Maar ik ben het levende voorbeeld dat je, voor zover we weten, niet allebei autisme hoeft te hebben om het goed te laten werken. En dat het, we zijn inderdaad in bepaalde dingen anders. Maar wat ik juist zo fijn vind aan deze film is dat dat het tussen aanhalingstekens normale autisten zijn. Als in de hoogfunctionerende autisten die door het leven moeten gaan en vaak ook weinig begeleiding krijgen of minder begeleiding nodig hebben, dat die gezien worden. En dat je ziet dat het voor ons binnen deze maatschappij een struggle is. En dat het niet is, we staan buiten de maatschappij en dat is ook al lastig. En ik denk ook dat wij alle drie eigenlijk een... Nou, jullie in jullie geval, jullie partners. Maar dat wij anderen gewoon heel veel te bieden hebben. We zijn volgens mij alle drie behoorlijk intelligent en zorgzaam. Woest, aantrekkelijk. Grappig. Ik dank jullie wel, jongens. Ik dank jou voor een hele mooie film, trouwens. Dank jullie wel. Mike is vanaf nu te zien in de filmpjes Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Den Haag.